Welkom bij Crystal Beauty Amor. Mijn naam is Jennifer. Mijn naam is Crystal. En welkom bij een nieuwe video. Nou, en het is niet te missen. Nee, ik wou net zeggen. Het is voor Pasen toch? Ja. Pasen, Pinksteren, alles bij elkaar gewoon. Ah. Jongens, we zijn echt helemaal verstopt. Maar is wel leuk. We hebben als eerst... hebben we van Starbucks. Die staat daar. Hoe heette die ook alweer? Toffee Nut Latte. Dat is deze. En die gaan we eerst maar eens even proeven. Lekker man. Oeh. Nou. Zo. Hij is wel zoet. Ja, ik had gewoon geen suiker erin. Want waarschijnlijk zat er wel zoet. Zo. Maar hij is wel lekker. Toch? Nou jongens, we zitten lekker verstopt. Maar we gaan denk ik gewoon wel van achter naar voor werken. Dat is wel het makkelijkste. Zullen we eerst deze laten zien? Ja. Deze gaan we in een andere video gebruiken. Maar we vonden hem wel leuk om erbij te laten zien. Dit is namelijk zo'n chocoladebal. Hot chocolate bal. Ja, voor chocolademelk. Maar er zitten dus marshmallows in. Deze hebben we bij de Hema vandaan. En die zijn 2,50 per stuk. Maar die komen dus in een andere video. Hier, alsjeblieft. Mag jij hebben. Zal ik dan met die beginnen? Wat jij wil. Want dan staat die niet meer zo in. Ik haal even ook die naar beneden en die een beetje. Alles valt. Ja, nou, het zij zo. Want dan zien jullie ons wel beter. 9 feestzoenen. Oh, waar heb je deze gehaald? Bij de Dirk. 2,49. 2,94. 294. Feestbommen. Hier, jij een bom. Zo, die zit goed vast. Zo! Oh, het zijn kerstboompjes. Ja. Welke ga jij nemen? Ik wil deze. Ik neem deze. Deze heeft met rode puntjes erop, jongens. Deze witte puntjes. Denk ik keukennut. Nee, ik denk het ook wel. Keukennut. Ik ga hem even dicht doen. Ik ga hem van onder naar boven eten. Oh, doe ik ook altijd. Ook met een gewone... zoen. Met fruit proefde ik al, want er viel een stukje fruit af. Dit is met keukennut, denk ik. Oh! Oh, grappig. Maar in de roze van binnen, jongens. Mij gewoon wit. Oeh. Jij hebt echt een kerstboom voor je neus staan. Oh, ik vind hem wel lekker, maar ik had eigenlijk wit verwacht, omdat je wit altijd in de binnenkant hebt. Zesje. Ja. Ja, ik ben er niet gek op. Maar dit moet je wel opeten, want dit is een en al plat. Ja, dit kan je niet neerleggen. Nee. Decoratie. Leg die even neer, want jij hebt de hele tijd een kerstboom voor je snuit. Leuk ter decoratie. Ja. Wat voor op een tafel, weet je, als je dat neerzet. Ja, inderdaad. Of gewoon inderdaad, wat je al zegt, een tafel inderdaad zo gedekt hebben. Maar dit leuk erbij zetten als... Ja, voor je sier. En dan kan je altijd zelf nog bepalen of je het opeet of niet. Ja. Weet het niet. Dat doosje wat naast je staat. Wat zit daar eigenlijk in? Oh, die is wel leuk. Die kunnen we nu nog laten zien. Dit zijn namelijk mok... koekjes. Je hebt hem in een gingerbread man, een strik, een ster en in een hartje. Oh. En die kan je dus aan je glas hangen. Zo, deze bij de Hema vandaan en die is 2 euro. Had ik nou gezegd hoe duur deze was? Ja, toch? 2,49. Ja. Nou, je weet maar nooit. Jij kent ook. Jij kent ook. Maar jij snapt wel, hè, dat jij straks wel koeken mee naar huis moet nemen, hè? Ja, dat begrijp je wel, hè? Oké. Zo, jongens, wat hebben we vandaag met die verpakkingen? Ze vinden ons lief gewoon. Zo, hé. Wat wil jij? Ik wil een gingerbread. Ja, maar welke? Deze. Jij wil het mannetje? Ja. Of het vrouwtje? Hij is genderneutraal. Nee hoor, voor mij is het gewoon een mannetje. Nee hoor. Jawel. Nee. Ik wil een mannetje. Ik wil geen vrouwtje. Ik wil een sterretje. Oh, hij ruikt wel lekker. Kijk dan hoe ze dat. Hoe cute.
Oh, dit is echt leuk. Oké. Sorry, gingerbread, maar je gaat eraan. Je gaat eraan. Zo, hij ruikt wel goed hoor. Ja, dat zeg ik net. Even. Nou, ga maar. Nee, dat was het, ja. Nee, hij wil niet dicht. Hop, hop. Op thee. Hoppatee. 1, 2, ja. Het lijkt meer een kaneelkoekje. Nou, als je hem zo ruikt, ruikt hij veel sterker dan dat hij smaakt. Mm-hmm. Kan nu meer weglopen. Hij kan niet meer weglopen. ik geef dit wel een 8,5. 7. Starbucks, goed gedaan. Ja. Oké. Okay. Wat zit hier eigenlijk in? Een petit four. Zo. Een petit four. Een petit four. €2,99 bij de Dirk. Zeg dat goed? Je hebt wit op je lip. Lekker juist. Heb jij een sneeuwman... Sneeuwpop Olaf. Er zitten twee kerstbomen in. Oh, ik wil een kerstboom. Ja, ik wil een kerstboom. En er zit een kerstboom in. En een spikkeltje. Ik neem de spikkeltjes. Kijk nou, jongens. Nou, dan moeten we ook wel even de kerstman laten zien. Dan zijn we de kerstboom. Kijk eens. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Oh. Een petit four. Het ruikt naar helemaal niks. Nee. Maar het is ook aan. Oh. I'm in heaven. You're in heaven? Maar ik hou van marsepein. Oh, er zit ook iets hard in. Ja, hij is wel lekker. Ik wil het harder proeven. Er zit een koekje in, jongens. Nee, dat is iets anders. Ik krijg het niet in mijn mond. Oh, dat is zo'n amaretto koekje. Is toch gewoon een koekie? Ja, hij is lekker. Mm-hmm. Nou, dit geef ik wel een 8,5. Ja, ik ook. Ja, maar ik kan hem niet helemaal opeten, want nee, anders ben ik daar schrijtmisselijk. Maar we moeten nog wat. Nou, even omdat we niet gaan proeven, want die kennen jullie wel. Maar die vond ik wel leuk om te laten zien voor de kinderen onder ons. Een reindeer en een Santa Claus. Maar dit is weer met die snoepjes van vroeger. Hoe noemen we dit? Pes. Peeplay. Ja, dit ken Pes. Je. Pes. Dit kennen jullie wel. Nou, dit worden ook cadeautjes. Dus vandaar dat ik ze wel even wilde laten zien. Degene die ze krijgt, kijkt deze toch niet. Dus dat is mooi meegenomen. Nou, jij was toch wel bezig met die. Laat hem nog wel even zien. Het is wel leuk. En dan gaan we ze even... Dit is in ieder geval de kerstman. De sneeuwpop. En de kerstboom. Oh. En deze waren bij de Action te koop. En volgens mij waren ze iets van 99 cent of 89. Ja, iets in die richting. Ik ja. Ben in de ruim. Dus ja, ongeveer rond die koers. Zeg rond een euro. Zoiets. Dus, maar er zit 45 gram in en hij weegt aardig zwaar. Nou, dit valt wel mee. Kan mij niet goed doen? Nou, evenveel. Ik vind het niet zwaar. Nee. Hier, en deze zijn die dingen uit. Ja, mooi. Sorry, kerstman. Oh, kijk nou. Zie je, jij doet vieze dingen met die sneeuwpop, jij. Ik krijg hem niet eens open. Nou, gaan we er eentje proeven. Welke wil je proeven? Nou, jij was al bezig. Nou, ik krijg hem niet open hoor. Dus als jij hem eerder open krijgt dan mij, dan nemen we gewoon die.
Wie heeft hem als eerste open? Ik weet niet hoe ze het hebben vastgelegd. Oh, maar hier. Ik heb het ook hoor. Oh. Kunnen we hem niet gewoon aan de bovenkant maken? Hoor nou. Hoor nou. Eeuw, verschrik. Doe jij hem? Doe jij maar. Nee, doe maar. Dan houden we de kerstboom nog even dicht. Oh. Ruikt het zoet? Zo. Oh my god. Ruikt nog een keer? Nee, je moet dat gele ruiken. Ja, maar ik wil die rep. Ja, oh, dan ruikt het allemaal hetzelfde. Zo, jongens. Je glazuur ben je denk ik wel gelijk kwijt. Of ja, niet? Hoe gaan we dit doen dan? Breken. Oh, joh, vuile moordenaar. Vuile moordenaar. Oké, okay, zijn hoofd probeert te halen. Olaf, wat heb ze met je gedaan? Hij is gesmolten, behalve zijn hoofd niet. Gesmolten? Je hebt voedoe met hem beleefd. Als je nou Olaf raar ziet doen dadelijk in de film met Elsa en Anna, dan is zij het geweest. Proost. Ik heb een beetje te groot rap genomen. Het smaakt heel chemisch. Maar dan ook heel erg chemisch. Een 3. Een 2. Een 1. Een 0. Oh, bang. Oh. Nou, is ook voor de sier leuk. Zet ze gewoon in je kerstboom. Ook leuk. Ja, en als je nou iemand langskomt met kinderen die je niet zo lief. Dan zeg je alsjeblieft. Ja, neem maar mee naar huis. Oh, wat een kring ben ik weer, hè. Ah, jij weer, hè. Ja, ik vind toch... Ja, ik ben gek op gingerbread gewoon. Die poppetjes vind ik zo leuk. Ja, ze zijn leuk. Gingerbread mannetjes. Met spikkeltjes en chocola. Van de Hema. €1,75. Is niet duur, hè. Kijk, op deze verpakking ook weer zo... Een makkelijke opengaat, maar niet eens. Ja, ze moet niet zeuren, want ze hebben hem in één keer open, jongens. Kijk nou, hoe cute! Oh, die had mooi geweest bij ons gingerbread house. Ja. Die van de lende uit elkaar viel nadat we gestopt waren met filmen. Da 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 da. Oh, mijn gingerbread. Elke keer zijn poten worden afgevreten. Heb jij zijn hoofd of zijn poot ook? Ja, ik ook. Zijn poot. Nou, deze is wel lekker. Dit is meer gingerbread als die andere. Ja. Die andere was meer echt kaneelkoekje-achtig. Die aan dat glas vast zat. Dit is echt wel gingerbread. Hij kan niet eens meer lopen. Alsjeblieft. Ja. 8,5. Coronatest. Kom maar. Twee neusgaten, toch? Ik wil even wat anders dan koek, want Haribo Gigant Trees. Hey. Giant Trees. Bij de Action. En deze waren 89 cent. Oma. En dit zijn dus echt kerstboompjes, jongens. Even van kijken. Haribo. 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 Zo. Eeuw, hij plakt wel heel erg. Kerstboom, hallo, ik ben een kerstboom. Na 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 na. Oh, hij plakt echt gigantisch. Hij is mega zoet. En hij plakt gelijk.
eikietje was. Nee. Niet mijn ding. Dat is appel, hè? Ja, hè? Ja. Misschien dat het rode lekker is, maar... Ik moet een vrij verschil tussen die twee. Stiks wat in. Jongens, waarom zien jullie nou die lampjes niet aanstaan op de achtergrond? Beetje jammer hoor. Beetje jammer. Nee, zo zie je ze ook niet. Nee. Ja, lekker, maar niet heus. Wat geef je het? 4. Net niet zo erg als die sneeuwpop. Maar ik zou het ook niet snel halen, dus 4. Ik vind het niet vies, maar oké, ik geef het net een 5. Net voldoende. 5,5 is net voldoende. Toch? Ja, ik zit even te denken wat ik ga nemen. Wat is dit eigenlijk? Oh ja, deze wil ik. Klinkt altijd zo lekker. Theekransjes. Lekkere theekrans van me. Van de Kreutvat. Gevulde musketskransen. 1,49. Welke kleur wil jij? Ik wil wit. Deze of die wit? Ja. Ja, wat ja? Ja. Die. Een witte. Ik neem een bruine. Neem jij een bruine? Kunnen we ook Rudolf spelen? Rudolf. Nee, die is te klein, joh. Blijft hij niet zitten. Hey. Maar is pijn. Ik ook. Gewoon de standaard. Er zitten er ook nog in met van die bolletjes op. Maar die laat ze even natuurlijk weer niet zien. Ja, die had ik al laten zien. Wat wil die zak wel laten zien? Ik ga hem niet opeten, want anders wordt het misselijk. Even die vieze smaak van al die andere dingen. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Nee, ben wil ik even wat... Katie? Ja, die is al oud. Ja, maar die hoort bij kerst toch, jongens? Kijk, ja. Dit is niet de originele, want de originele hadden ze niet bij de Lidl. Deze is trouwens 1,32. Ja, maar dat eten wij heel het jaar door, hoor. Echt? Ja, vooral Fo. Ik ben gek op die dingen. Nou, ik vind er altijd één lekker. En dan hooguit een uur later nog eentje. En dan ben ik er alweer klaar mee voor het hele jaar. Ja? Mint chocolate. After eight. Alleen. Ik vind ze gewoon altijd wel leuk uitzien. Maar ze zijn wel dikker hier zo. Normaal zijn ze dunner en langer. Ja, breder. Ze zijn vierkant. Ja. Dit is niet vierkant, Lidl. Nee, dat mogen ze ook niet. Oh, dan mogen ze niet helemaal namaken. Nee. Ah. Ja, lekker, maar... Wat ik zeg... Ik eet er misschien 2 per jaar. That's it. Maar de echte vind ik lekker. Ik geef zelfs 6,5. Ja. Even slokje, hoor. Wat doen jullie zo al met de kerst? Wat maken jullie een appeltaart? Of haal je ook dit soort kransjes in huis? Of koekjes? Of... Laat het eens even weten. Nou, kijk nou hoe leuk de candy canes. En mijn is in rainbow. En de mijne is wit met rood. Jij hebt de klassiekert. Ja, de classic. Nou, ik vind deze zo leuk. Ik zou dit echt vol in mijn kerstboom hangen. Gewoon... Weet je dan... Maar weet je welke de lekkerste zijn? Nee. Dat zijn wel de wit met rood, alleen dan met de mentholsmaak. Nee, die vind ik niet zo heel lekker. Oh ja, die vind ik wel heel lekker. Als dit de zoete variant is, vind ik die het lekkerste. Ja, dit is gewoon die met fruitsmaak. Ja. Die denk ik ook. Klinkt lekker deze. Daar gaat die kapot. Dat is toch zoete. De Grinch. Ja, die kwamen ook bij de Action vandaan. En ik weet de prijs niet meer, want ik had het bonnetje niet meer. Dit is ook gewoon fruitsmaak, toch? Dat staat hier zo. Oh, waar zie jij dat dan? Ja, met vruchtensnaak.
Ik denk ook rond een eurotje of zo. Ik weet het niet meer. Geen idee. Nou, zal wel zoiets. Sorry. Zijn. Don't shoot the messenger. Rudolf the red-nosed reindeer. Have a little shiny nose. And every other reindeers. Ik zag geen pijpen. Nee. Weten we niet. Bij de Lidl. Bij de Lidl. En gaan jullie wat kopen wat wij hier hebben laten zien? Laat even weten. Hey, en de mensen, vergeet dat we niet die dikke duim omhoog te doen. En, waarom? Zodat wij omhoog vliegen. In het algoritme van YouTube. En als je dan toch al daarmee bezig bent, abonneer even. En? Dat belletje, dan vergeet je geen video'tje van ons. Het is gratis jongens, het is gewoon doen. The red nose reindeer had a very shiny nose. Dat ding te doen om door de... Ook goed. Oh. Nou hier, mag jij de rest hebben. Kijk nou wat ze doet jongens. Ik breek hem. Ruik naar zandkoekjes. Weer een jood geboren. Ja. Oh, alles van. Ja. 8,5. 9. Ja, wel lekker. Ja, bent je. Jongens, ik ben een beetje mislike. Nou, ben je niet de enige. Ja, jongens. En dit geloven we wel, dit wordt ook weer een cadeautje. Is gewoon weer chocolade, maar het is een kerstboompje. En met candy canes en rode en witte, ja, hoe noemen we dat? Confetti dingen, hoe heet het ook alweer? Disco dip, weet je die disco dip van vroeger nog? Nee, dan rood-groen. Ja, en deze was 1,75 bij de HEMA vandaan. En dit wordt ook een cadeautje, dus ik laat hem dicht. Chocola is chocola. Ja, ik ben net zeggen. Dus die laten we gewoon dicht. Nou, deze geloven we ook wel. Die moet Jen hebben, maar die is voor bij haar thuis. Dus we laten hem wel dicht, want ja, komt in hetzelfde voor als wat we net hadden. Ja, gewoon lekker. En dit is gewoon wit met melkchocola. Ja. En deze was? 1,79 bij de Kruidvat. Scheelt ons weer proeven, jongens, want we raken aardig misselijk. Ja, bent weer. Zullen we even deze doen? Ja. We hebben namelijk ook van Starbucks. Oh, je kan trouwens ook white. Doen. Oh ja. White chocolate. Hoe zeg je dat? Mocha. Woe! White. Starbucks white chocolate mocha. Oh, shake it, baby. Shake me before you use. Maar jongens, dit is wel heel leuk hoor. Want kijk, ze hebben met glittertjes gedaan. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Waar dan? Kijk. Nee, maar het lijkt erop toch? Dat is metallic. Ja, joh, maar hè. Oh, ik denk er zitten echt glitters op, joh. Lijkt toch zo. Nou, jongens. We gaan hem even... Pots. Oeh. Hou maar. Die witte chocola proef ik niet. Die mokka wel. Ik vind hem wel lekker. Eerste smaakje dacht ik, Maar ik moet zeggen dat ik hem toch wel lekker vind. Ja. Een 8,5. Ja, ben ik het wel mee eens. Wat hadden we deze eigenlijk gegeven? Ik zei volgens mij 9,5 geloof ik. Jij? Ja, blijf ik ook wel bij, denk ik. Ik vind hem wel echt heel lekker. Alleen, je moet wel van zoet houden. Ja. 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 Ik weet niet meer waar we waren, dus we gaan gewoon lekker door, jongens. Dit is een, wat had ik nou gezien? Chocolade. Het is een soort cake met chocolade in, geloof ik. Bij de Lidl. Oh, zal ik hem misschien hier gewoon openmaken? Jongens, het suiker is bij Jennifer naar de bol gestegen.
is gewoon een grote... Oh, grappig. Ja, hoe noem je dat? Muffinachtig. Ja. Een muffin. Een muffin. Ruiken. Een McMuffin. Nou, dit is geen McMuffin. Mm. Ja, maar het is ook niet gewoon... Nee. Ik had gekeken en... Wacht even, hier stond het. Gebakken zuurdesem met pure chocoladestukjes. Dus ik weet niet of ik het lekker vind. Kijk dat gezicht, jongens. Is het nog verbrand ook? Ja, sorry, jongens, jullie moeten echt wat harsjes zien van haar. Geweldig. Het ziet er ook heel raar uit. Wil je een stukje gewoon zo? Ja, gewoon klein. Hier. En ik neem daar weer de helft van. Het ruikt ook heel vreemd. Daartegen smaakt het niet vies. Niet mijn ding. Nee. Ik vind hem een beetje weg hebben van dat brioche brood. De wie? Brioche. Dat zoete brood. Oh ja. Met die chocoladestukjes erin. Ja. Nee, niet mijn ding, maar... Ik vind hem wel lekker. Ik had verwacht dat ik hem niet tevreden zou vinden, want zo rookt hij. Ja, hij ruikt echt raar, man. Maar ik vind hem heel lekker. Ik geef hem zeker wel een 8,5. Ik 6,5. Sorry. Heel leuk. Nou ja, als je nou leuk ook met z'n tweetjes kerst gaat vieren, dan is zo'n klein dingetje wel weer leuk ook. Nou, die zetten we 4. Jongens, we zijn echt scheidmisselijk, dus deze gaan we niet doen. Die gaat Jennifer lekker meenemen naar haar ouders toe en dan gaat ze die daar maar lekker opeten. Dit zijn gewoon leuk die je ook in een boom kan hangen. Ja, die wil ik nog wel proberen. Maar deze kan je leuk in een boom hangen. Noem het op. Dus die gaat ze maar lekker meenemen. Ja, die laatste is dan wel leuk om te testen. Red Velvet. Ja. 2 euro. Christmas. Bij de HEMA vandaan. Nou, die vond ik toch wel grappig. En dan kan ik geen kerstdingetje meer zien met kerst. Nou, echt. En wij zitten daar met kerst en dan eten we niks. Ja, mooi. Wij zeggen met kerst, ja jongens, allemaal voor jullie, maar wij hoeven niet meer. Maar hij is wel schattig. Hij is cute toch? Wacht. Ja, doe jij even je hand. Ja, is toch leuk? Hij is wel leuk. Zullen we 50-50? Ja, graag, want ik hoef niet meer. Jezus. Oké, okay, ik zit helemaal onder de chocola. Ja, alles plakt en dingen. Er zit wit op je neus. Wel? Een starretje. Wel van je hou. Ik ook van jou. Dat is ook een beetje dit, hè? Maar ik vind het wel lekker. Jawel, maar de Red Velvet is niet echt... In de verte. Mm-hmm. Ver in de verte, jongens. En als je de koek alleen weer proeft, dan proef je wel net even iets meer. Ja, oké. Okay. Wat vond jij nou het leukste voor kerst? Alles. Oké, okay, het lekkerste voor kerst. Ga ik het zo vragen. Deze vond ik wel heel lekker. Oh ja, die heb jij in, geloof ik, hè? En die gingerbread. Deze. Jij vond deze wel heel erg. Die, ja, die, die petit four vond ik ook. Deze. En de, ja. Ah, ja, ik vond alles eigenlijk wel een beetje lekker, behalve die spek niet. Nou, ik vond deze verbazend lekker. En Starbucks vond ik erg lekker. Ja, allebei. Allebei de drankjes vond ik lekker. Ja, en jongens, voor kids, hè, je kan gewoon leuk gewoon die dingetjes halen. Die zijn heel leuk. Je kan die candy canes halen. Superleuk. Ja. En ja, voor kinderen vinden dit waarschijnlijk ook gewoon lekker hoor, denk ik. Dat denk ik ook wel. Ik vond ze nou niet echt super. Jij ook niet, hè? Nee. Dus, helemaal niet. Leuk voor beeld, maar desnoods zet ze in je boom of zoiets. Kijk, en net als deze. Ja, leuk voor decoratie, maar niet om op te eten. Die kerstboompjes, die...
Nee, ik vond marsepein, negenzoenen. Ja. Jij gaat alles weer terugzetten. Ja, ik denk, ja, nee, omdat mijn handen... Oh ja. Dus die, nee. Nee, nou, leuke cadeautje. Voor cadeautjes kan je ook leuk terecht. Wil je, kom je nou, ga je nou naar je vrienden toe of wat dan ook. En je wil toch, je weet niet wat je mee moet nemen. Neem zo'n leuk cookie mee. Of deze voor aan je glas. Dan weet iedereen welk glas van hun is. Weet ik veel. Ja, dan moeten ze niet gelijk opeten, want dan weten ze het nog niet. Jongens, wat lijkt jou nou leuk of het lekkerst? Of heb je al eens een keer wat van deze geproefd? Of heb je het al klaarstaan voor de kerst? Laat ook even weten. Ja, ja toch? Vinden we leuk? Ja. En laat even weten of je dit soort kerstvideo's leuk vindt. Want dan weten we dat voor volgend jaar ook nog. Als zeg je van nou, ik vind er geen reet aan, ook gewoon zeggen. Want dan weten we in ieder geval dat we dit volgend jaar niet meer hoeven te doen. Dan maakt het voor ons weer makkelijker natuurlijk. Komen nog wat andere kerstvideo's aan, of die zijn al geweest, of die komen hiervoor of daarna, weet ik niet. Maar laat even weten. Toch? Sowieso. We zijn strontmisselijk. Ja. Het was, dit was niet een lekker ontbijt, want we zijn echt gelijk... Nee, het was leuk, maar niet voor alleen papa. Voor voorlopig even niet, nee. Nee, voorlopig zijn we er klaar mee, jongens. Ja. Vond je de video nou zo, zo, zo gigantisch leuk? Doe die duim omhoog! En als je dan toch bezig bent, even abonneren. En als je dan toch nog bezig bent, dingelingelingelingeling! Dan mis je niks van ons. En vind je de video nou zo leuk? Deel hem dan. En volg mij op Instagram, TikTok, Facebook, TikTok. Op Crystal Beauty Amor. En Jennifer. En mij kan je op Instagram vinden. En het staat beneden in de beschrijving. Nou jongens, je ziet het. Wij worden lekker druk van die suiker. Nou. Wij gaan nu even... Cool down. We gaan water drinken. En dan hopen dat de suiker gaat zakken. Nou, ik weet het niet. Nou jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei. Hallo allemaal. Welkom bij Crystal Beauty Amor. Mijn naam is Jennifer. Mijn naam is Crystal. Schrik me eigenlijk. Moet jij even open doen, want ik kan er niet meer bij. Oké. Ik zit helemaal opgesloten. Nou, weet je, jij dan niet? Opgesloten, jongens. Ja, dankjewel. Doeg. Lekker met je ding op je kop, die zou ik wel denken. Daar weten.